Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. En voor deze video heb ik naar de Game 1 geweest. In het Weinigem Shopping Center in Weinigem, als de naam zich voorspelt. Ik heb een PS5 game gekocht en een PS4 game. Ik heb dus de PS4 game, zoals jullie wel weten, heb ik de PS5 aangekocht een paar maanden geleden. En heb ik sindsdien eigenlijk geen PS4 game meer gekocht. Maar dat is een PS4 game met een gratis PS5 upgrade. En dan dacht ik in mijn eigen, waarom de PS5 versie aankopen als je de PS5 versie bij de PS4 versie krijgt, omdat je een gratis upgrade krijgt. En dat gaat dus over Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion is eigenlijk zo, ja, een hackingspel. Dat je gaat zo, je wordt een karakter dat hackt. En ja, eigenlijk wel een leuke game. Ik heb vroeger op de Xbox 360, was het nog in de tijd, heb ik eigenlijk de gewone Watch Dogs, de originele Watch Dogs gespeeld. En ja, dat was eigenlijk al een leuke game. Nooit de Watch Dogs 2 gespeeld, omdat ik eigenlijk, ja, niet echt. Alleen, ik wou dat kopen, maar was altijd te duur. En voor wat het is, vond ik het duur. Nu heb ik hem voor 14,98 euro aankopen in de Gamemania. En ja, Londen, dat is Watch Dogs Legion. Ik denk dat jullie een paar video's hebben over gezien. Die game gaat door in Londen eigenlijk. En ja, weer kan ik er niet over zeggen. Ja, Londen, hacken. En eigenlijk, dat is een hacker die in Londen dingen gaat hacken voor Londen te redden. Als ik het nu maar nog goed begrijp. Als ik nog goed weet, was het toch een hacker, dus ja. En dan voor de PS5 versie. En dat is een game dat van 2020 is. Heb ik, even het papiertje toe steken. Heb ik dus eigenlijk een game gekocht. Dat ik vroeger op de Xbox One de dingen heb gekocht. De dingen heb gespeeld. Een van de eerste versies. Assassin's Creed Unity was dat, geloof ik. Of Assassin's Creed, ja, een van de dingen. En ik heb dus Assassin's Creed Valhalla gekocht voor de PS5. Dat was 24,98. Ik zeg zo van, ja, ik heb hem vroeger ook gespeeld. Assassin's Creed Unity was het dan. En waarom niet naar de PS5 versie gaan van Assassin's Creed Valhalla? Ik dacht in mijn eigen van, ja, terug naar de tijden van de Vikings gaan met Assassin's Creed Valhalla. En waarom niet? En daarom heb ik besloten, we moesten toch in Weinigem zijn. In het shoppingcenter. Dus ging ik maar naar de Gamemania en heb ik die dan gekocht. Natuurlijk heb ik er ook een zakje moeten bij aankopen, maar omdat deze video had ik die al één keer opgenomen, maar eigenlijk ja, niet heb kunnen afzetten omdat ik per ongeluk op een spatiebal drukte voor mijn Audacity. Dus ja, dat was eigenlijk ja, zo dingen had ik het. Dus eigenlijk stond die video al klaar, maar heb ik op mijn spatiebalk per ongeluk gedrukt en is dus de video opnieuw moeten beginnen. Dus ja, ik zie jullie guys in een volgende video maar weer. En ja, hopelijk gaat dat dingen zijn dat ik ofwel Valhalla ga spelen ofwel Watch Dogs Legion. Zullen we nog wel zien. Ik zie jullie guys dan. En dan zie ik jullie guys in een volgende video maar weer. En zie jullie guys dan. Bye bye!